Het voormalig bankgebouw De Bazel aan de Amsterdamse Vijzelstraat is ingrijpend verbouwd voor het stadsarchief. Het norse, maar zeer karakteristieke gebouw is nu een openbaar toegankelijke bezienswaardigheid. Bij de restauratie zijn veel technische problemen overwonnen om de glazen vloeren en trappen te bouwen, het archief te voorzien van granaatbestendige wanden en de kluizen een nieuwe functie te geven. De oorspronkelijke ruimtelijkheid en lichtheid van het gebouw is hersteld door een brandwerende en beloopbare vloer van helder glas op de centrale hal te plaatsen. De lichtkappen op het atrium zijn vervangen. Nieuwe transparante buien in de nissen naast de entree geven inkijk in het bastion. Naast de centrale hal is een openbaar toegankelijk informatiecentrum ingericht. Bezoekers kunnen in deze fraaie ruimte de archieven raadplegen. De depots met archiefstukken zijn gelegen op de bovenste vier verdiepingen. Voor de bescherming, volgens de Nederlandse archiefwet, waren zware betonnen constructies nodig die niet pasten in het monumentale gebouw. Dit probleem is opgelost door lichte, veerkrachtige, maar granaatbestendige gipswanden als een soort kogelwerend vest rondom de archieven te bouwen. In de gerestaureerde stijlkamers met de directie- en vergadervertrekken is het meubilair naar ontwerp van architect De Bazel nog grotendeels aanwezig. Een fraaie glazen trap verleidt de bezoeker tot de gang naar de kluis. Deze transparante trap bestaat uit zeer lange glaspanelen en gebogen RVS-roosters als treden. Een bijzondere verrassing is de safe deposit in de kelder van het gebouw. In deze exotisch beschilderde kluis zijn nu de schatten van het archief te bewonderen.